opa. Opa. Ja, Lot. Grote familie. Ja. Weet je nou ook bijvoorbeeld van al die mensen waar ze woonden en wat ze aten en hoe ze leefden en wat voor beroep ze hadden en voor kinderen? Niet op de boeken leunen, alsjeblieft. Nee, dat weet ik niet, want dat interesseert mij weinig. Het gaat mij om de afkomst. Kom, een stamboom gaat over afkomst. Kom kijken. Kijk, Lot, een stamboom. Ja. En aan de wortel van de stamboom sta jij, mijn enige kleinkind, en dan je ouders en je grootouders. Ah ja, daar sta jij. Dat ben ik en je overgrootouders. Zoals een stamboom nu eenmaal in elkaar zit. Ja. Hé, maar deze twee mensen, dat zijn toch ook weer kinderen van andere mensen? Waarom staan die er niet op? Dat zijn natuurlijk, iedereen is kinderen van andere mensen. Daar ben ik gewoon nog helemaal niet aan toegekomen. Ah. Dat is een heel groot werk. Hmm. Snap je het? Ja. Goed zo. Hé, opa. Maar hoe leefden kinderen nou vroeger? Of weet je dat ook niet? Kinderen zijn niet interessant. En vroeger hielden ouders zelfs niet van kinderen. En ik zal je proberen uit te leggen waarom. Toevallig, een paar weken geleden, heb ik een dagboek in handen gehad en gelezen van een voorvader van ons, Dirk Jansson. Ja. Die woonde in Sint Anna Parochie in het Bilt. Ah ja, dat is bij Utrecht, hè? Dat is niet bij Utrecht, dat is de Bilt. Dit is het Bilt. Oh. Een streek, nu een gemeente hier in Noordwest-Friesland. Die had 5 kinderen en die 5 kinderen zijn allemaal, voor ze 1 jaar oud waren, overleden. Ja, ze kunnen niet allemaal dood zijn gegaan, want anders dan waren wij er niet. Ze zijn wel allemaal dood gegaan, want het is nu 400 jaar later, maar ik begrijp precies wat je bedoelt. Dus ouders hadden ook niet de mogelijkheid om van kinderen te gaan houden. Het merendeel ging dood. Maar ja, het is er toch wel, vind ik, om over de kinderen die dan wel zijn blijven leven, bijvoorbeeld, hè, zo van vroeger, iets meer te weten. Dat is toch interessant? Van, wat deden ze? Ja. Waar gingen ze naar school? Ja, ja, interessant. Wat leed je gaan naar Friesland? Ik heb je net gezegd dat het dagboek vandaan kwam. Zoek het zelf uit. Hier nou in de grafkelder. Deze grafkelder is al gebouwd in 1609, gewoon als familiegrafkelder van de familie Walta. Nou, dan spreken ze dus ook altijd van de mummies van Wiewert. Nou, in wezen zijn dit geen mummies, dit zijn dus geconserveerde lichamen. Hart, longen, ingewanden, alles zit er ook nog in. Ze zijn ook niet gebalsemd. Als we nou eens konden vinden hoe dit mogelijk was. Hallo opa, dit is het allereerste verslag van mijn onderzoek. En het is meteen goed begonnen, want ik heb 3 mensen ontmoet. En die hebben Dirk Jansson misschien wel een hand gegeven of zo, want ze leefden in precies dezelfde tijd als hij. Leuk, hè? Mevrouw? Ja,
Ik kom je dit maar terugbrengen, want ik kan het helemaal niet lezen. Dus dat heeft geen zin. We zullen eens even kijken. Ja, dat is inderdaad een moeilijk handschrift. Dat heb je met dat 17e-eeuwse schrift. Ja, nee, ik kan er helemaal geen wijs uit worden. Heeft u wel eens een cursus oud schrift gevolgd? Nee. Dat was misschien wel wat voor u, als het u interesseert. Want dan kunt u het misschien wel lezen. Oh, ja. En verder kan ik u nog aanraden om naar de Frieske Academie te gaan. Dat is hier vlakbij. Oh. Dag, mevrouw. Met u. Kun ik u misschien een helpen? Ja, ik wilde vragen of er iemand is die mij iets kan vertellen over een dagboek van een boer die hier 400 jaar geleden woonde. Ja, zal ik even Wiebebergs bellen. Wacht u even. Ja. Ja, Wiebe, hier is een mevrouw die wil het weten over een dagboek van een boer die je 400 jaar lang leeft heeft. Nou, sure, dit is nou dat... Een dagboek van die Dirk Jansson. Nee, maar dat is een hele andere. Ah, oh, daar heeft mijn opa waarschijnlijk deze gelezen, want ik had die hele oude. Ja, dat kan ik echt helemaal niet lezen. Oh, nee, maar dit is een tekst uit Jefte. Dus die tekst van Trieselkief, die is zo'n haast, die is hier uit, jong. Oh, ik zag dat je een Fries versteert, man, hier, maar verder in het Hollands. Ja. Ja, dit is nou dat dagboek dus van die Dirk Jansson. Dus, een bijzonder boek waar je als historicus echt heel vrolijk van kunt worden. Want dat is nou eens een bron waarin een boer gewoon schrijft over wat hij doet. Dus hij beschrijft de opbrengst van het land, wat een koe kost. Hij beschrijft het weer. Hij schrijft over de pest, bijvoorbeeld dat op één dag 255 mensen doodgaan in Sint-Anna-parochie. Hij beschrijft muizenplagen, overstromingen. Of hij beschrijft hoe hij naar de kermis gaat in Sint-Jacobi-parochie. Dat hij daar een lilliputter ziet. Nou, dat soort dingen schrijft hij Dirk Jansson op. Hij beschrijft het sterfbed van zijn vrouw. En zijn kinderen? En bijvoorbeeld ook schrijft hij het een en ander over zijn kinderen. Ah. Alleen, dat is wel, ja, nou stel je mij wel een lastige vraag. Want een dagboek is natuurlijk een heel bijzonder soort bron. Het is een heel apart soort boek eigenlijk, waar je op verschillende manieren naar kunt kijken. Kijk, stel me eens voor. Als jij een dagboek zou bijhouden, dan schrijf je niet op vandaag heb ik snert gegeten en gisteren heb ik stamppot gegeten en eergisteren aten we zuurkool met spek. Ja. Dat schrijf je niet op. Maar ja, stel ik me zo voor een keer met je opa en oma uit eten gaat en die trakteren je op, nou, ik noem maar wat, gerookte zalm of geflambeerde reerug. Nee. Dat je dat dan s'avonds wel in je dagboek opschrijft. En ja, nou is het probleem natuurlijk, als over 100 jaar mensen willen weten wat aten nou die Nederlanders in de jaren 80 van de 20e eeuw, dan zoeken ze bronnen, net zoals wij nu dit dagboek gebruiken. Dan vinden ze jouw dagboek en dan zien ze maar één keer, hé, geflambeerde reerug. Ja. En nou is de vraag natuurlijk, aten ze geflambeerde reeruggen? Of, hé, nou, dat probleem heb je ook een beetje met het dagboek. Dus het gewone schrijft zo'n boer dan weer niet op. Dus hij schrijft niet zo vaak over zijn kinderen. Ouders die hielden toch vroeger ook helemaal niet zo van hun kinderen? Hm? Wie heeft je dat verteld? Mijn opa. Nou ja, dat is met permissie eigenlijk aapkool en volstrekte onzin. Je kunt ook heel vaak lezen bij historici ook, die dan rustig beweren dat de ouders niet van hun kinderen zouden hebben gehouden. En dan die gedachte die is dan zo ontstaan. Kijk, de trieste werkelijkheid in die 16e en 17e eeuw is dat heel veel kinderen inderdaad stierven meestal al voor hun eerste levensjaar. Dus pak je die dagboek van Dirk Jansson, dan zul je inderdaad zien dat de vijf kinderen uit zijn eerste huwelijk, die zijn alle vijf gestorven voordat ze 3 maanden oud waren. En toen, nu hebben de mensen een idee opgevat, kijk, die kinderen die stierven zo vaak en er gingen zoveel kinderen dood, dat mensen zouden aan gewend zijn. En dat waag ik nou te betwijfelen. Je pakt nog eens die dagboek en daar kun je eigenlijk geen genoeg van krijgen als historie van dat dagboek. En je slaat dan eens die passage op waarin hij het tweede huwelijk beschrijft. Dan beschrijft hij hoe zijn vrouw bevalt van een kind. 13 pond, heeft het zelf gewogen. En dan beschrijft hij liefdevol hoe dat kind opgroeit. En dan beschrijft hij op een bepaald moment dat Jan, want zo heet hij, Jan is bijna een jaar. Ja. En dan kan het jongetje al lopen en dan rent hij onder de boerderij. En dan is hij trots en dan merk je gewoon, je hoeft er helemaal geen historicus voor te zijn. Je merkt gewoon, hier is nou een man en een geworden vader die van zijn kinderen heeft gehouden. En dan is hij zo blij dat het jongetje al kan rennen en dan maakt hij een balspel. En dan zie je gewoon, je ziet dat jongetje dan eigenlijk zo op die bij die boerderij met die ballen spelen. Dus ja, die mensen die beweren dat ouders niet van hun kinderen hebben gehouden, die verkopen een apenkool. Oh ja. En er is eigenlijk meer over die Jan bekend dan dat kind?
Zeker. Dirk Jansson zelf die schrijft af en toe een paar keer over hem in dit dagboek. Er zijn nog andere bronnen ook. Er is bijvoorbeeld, als Jan doodgaat, is er een inventarislijst gemaakt. Dus het is een hele inboedel, maar ja, dan is die al lang dood natuurlijk. Ja, dan is heel oud. Dus over zijn kind zijn kan ik je niet zo heel veel vertellen. Ik denk dat je dan het beste toch bij de heer Buwalde te raden kunt gaan. Beeldse dijk. Oude Bedijk. Ja, weet jij waar dat is? Ja, dat is verderop. Oh. Wie zoek je? Ja, meneer Buwalda. Oh, 1092. Oh. Ja. Stap maar op. Stap maar op. Oh, gek. Kan ik daar zitten zo? Ja hoor. Zit je? Oh. Meneer Buwalda, bent u een echte Fries? Nee, ik ben geen echte Fries. Ik ben een Bilkert. En een Bilkert is natuurlijk een Fries omdat hij in Friesland woont. Ja. Maar een Bilkert woont op het Bilt. En het Bilt is een apart stukje Friesland wat heel nauw verwant is met Holland. En deze dijk waar we nu rijden, dat is de, zeg maar, de laatste afsluiting van de Middelzee. Die nou in de jaren 1200, 1300 diep in Friesland doordrong. Ja. Toen was links en rechts was toen nog zee. Maar in 1500, 1505 zijn de polderjongens gekomen uit Holland. En die hebben deze dijk aangelegd. Ah ja, dus Dirk Jansson was eigenlijk een Hollander. En zijn zoontje Jan waren Hollanders. Ja, eigenlijk. Dirk Jansson was natuurlijk direct, of vrijwel direct, uit Holland afkomstig. Ja. Dat was dus een helemaal echt een directe Hollander. Maar Jantje, zeg maar, een Bil. Jantje was dus een geboren Bilkert en het was zeker geen Fries. Hey, en dit is nou de boerderij waarin ze woonden? Nee, niet dezelfde boerderij. Maar het is wel de plek waar ze woonden. Oh, wel de plek? Ja. Andere boerderij gebouwd natuurlijk. Ja. En was die ook zo groot vroeger? Ja, hij was ook zo groot. Oh. Want al dat graan dat moest daar opgeslagen worden. Ah. Dus dat moest wel een hele grote hoogte zijn. Maar dit was wel anders, hè, vroeger? Ja, dit was natuurlijk heel wat anders. Ah. Want in de laatste 50 jaar is er veel meer veranderd dan in de 300 of 400 jaar daarvoor. Ah. Adem maar. Ja, Johan. Ja, daar ben je mee. Helemaal niet. Ja, ben je. Dan zien we er ook even achter, kijk. Dit zijn bieten. Daarachter tarwe, aardappelen verderop en gerst. Ja. Maar als je dan het dagboek leest, dan kun je weten wat hij verbouwde. Dat was tarwe, net als nu. Ja. Haver, gerst. Oliehoudende zaden, zoals raapzaad, koolzaad. Ja. En daarnaast natuurlijk erwten en bonen. En daarnaast had hij nog vee. Oh ja. Oh, dat hebben ze nou niet meer volgens mij, want ik heb helemaal geen beesten gezien. Maar nee, vee hebben ze niet meer. Vee moest toen zorgen voor de mest. En daar gebruiken ze nu kunstmest voor. Mm. Dus koeien hebben ze niet meer nodig. Nee. Hij heeft wel eens 2000 muizen gehad. Hoi. Hij, deze boer? Nee, deze natuurlijk niet. Oh, die van vroeger. Ja, die van vroeger. Ja. Ja, zeker. Die had hij in de schuur, in de winter. Oh. Die hebben bijna al zijn tarwe opgegeten. Oh, vreselijk. Nou, het is hier wel een heel erg mooi uitzicht, hè? Dit uitzicht is uniek. En dat is hetzelfde uitzicht wat ook Jan gehad heeft vroeger. Ja, zeg. Schitterend, hè? Nou.
Opa, ik ben in Amsterdam en nou zijn er nog twee dingen die ik moet weten. Ten eerste, wat voor kleren droegen ze vroeger? Nee, wacht even, dat is ten tweede. Want ten eerste, hoe ging het vroeger toe met de geboorte? Maar, nou eerst, ten tweede. Zo, dat is nou van de studiecollectie. Ah. Je mag al overal naar kijken, maar niet aankomen. Nee. Dat is nou maar gebruikt worden in het museum. Alles zo, goed? Ja. Ja, dat moet wel. Topman? Ja? Ja, ik meld eventjes dat ik in de studieverzameling ben. Ja, met oog op talent. Ja? Oké, okay. Doe. Lieve kleindochter, hier volgt een bericht van je opa. Ik heb toch maar het een en ander voor je uitgezocht. Hoe gingen kinderen vroeger gekleed? Dat weet niemand precies. Kijk naar het laatste schilderij rechts. Dit is de familie Leeuw. Kijk goed naar het kleine meisje midden in de schilderij, links. Zie je dat rare hoedje? Dat heet een valhoedje. Kleine kinderen droegen vroeger zo'n hoedje, zodat ze hun hoofd niet pijn zouden doen als ze vielen. Een soort ouderwetse bromfietshelm. Het volgende schilderij is nog een voorbeeld van een valhoed. Het is een portret van Isaac Parker. Zijn echtgenote Justina en hun zoontje. Ja, je hoort het goed. Dit schepsel is een jongen en toch droeg hij een rok. Vroeger droegen jongens tot ze een jaar of 7 waren rokken. Zo ook deze jongen met de donkere hoed. Hoewel sommigen zeggen dat het juist een meisje is. De kunstkenners weten het zelf dus niet. Rechtsboven hangt een schilderij uit 1631... En toen het in 1900 door het Rijksmuseum werd aangekocht, dachten ze dat er een meisje op stond afgebeeld. Maar het is een jongen. Dat weten ze nu zeker. Je ziet dat hij een bal en een stok vasthoudt. Het is een kolfspel. Dat is een oud spel dat vroeger uitsluitend door jongens gespeeld werd. En daarom weten we dat dit een hij is en niet een zij. Maar nergens hebben kunnen vinden wat voor kleding onze Jan Dirkszoon droeg. Helaas is dat niet bekend. Boeren uit het beeld lieten zich niet afbeelden, zoals al die rijke mensen die je op deze schilderijen ziet. Ja? Hey Lot. Hoi. Hoi. Is het tijd? Ja, kom binnen. Ik heb de hele ochtend spreekuur gedaan. Ja? Ik heb net even pauze, dus het komt heel goed uit. Ah, mooi. Hoe is het met je? Ja, goed. Hartstikke goed. Jij ook? Ja. Hé, hey, want ik kom hier alleen voor de gezelligheid, maar ik kom voor onderzoek. Onderzoek? Ben je zwanger dan? Nee, joh. Nee, gelukkig niet. Nee, maar ik doe onderzoek. Oh. Naar een jongetje, en dat leefde in de 17e eeuw. En daar heb ik allemaal dingetjes over zitten uitzoeken. Maar er was nog één ding wat ik wilde weten, en dat dacht ik, dat moet bij jou zijn. Van hoe ging het nou eigenlijk vroeger met geboortes? Toch heel anders, denk ik. Kinderen worden altijd op dezelfde manier geboren. Huh? Ja, hoe kinderen worden geboren, dat weet ik ook wel. Maar dat bedoel ik ook niet. Ik bedoel meer zo eromheen. Zo vroedvrouw, wat jij... Nee, maar dat bedoel ik ook. De vroedvrouw die riep de baakster, de baker. En die kwam haar assisteren. En nu is het nog steeds zo. In Nederland bevallen heel veel vrouwen thuis. Ja. En dan, als de weeën beginnen, dan wordt de vroedvrouw geroepen. Tegenwoordig wordt zo'n vroedvrouw dan verloskundige genoemd. Ja. En die roept dan ook de kraamverzorgster. Dat is eigenlijk de moderne baker. Ja, ja, een soort hulp. Een hulp. En dan wordt de baby, als alles goed is, thuis geboren. Ja, maar bijvoorbeeld vroeger gingen, ik weet niet hoeveel, maar heel veel kinderen dood. En moeders ook, hè? Al die verhalen van die moeders dood. Of... Ja, ja, maar dat lag niet zozeer aan de geboorte als wel. Bijvoorbeeld de tijd daarna, daar was veel meer kans op infectie. Dat de moeder heel erg ziek werd of dat de kind koorts kreeg. De viezigheid gewoon. Ja, of als het kind er niet uit kon komen, daar hadden ze vroeger nog geen oplossing voor. Maar nu hebben ze daar een oplossing voor om het kindje alsnog eruit
uit te halen. Hè? Dus nu, dat is dus een groot verschil, is het veel veiliger geworden. Ja, ja. Maar een ander verschil is dat vroeger bevielen de vrouwen zittend op hun stoel. En daarna is er een tijd geweest dat de vrouwen gingen liggen. Hè? Ja. Om te bevallen. Dan kwam het kindje er liggend uit. Ja. Maar nu, de laatste 10 jaar, zijn de vrouwen weer gaan zitten. Kijk maar, je moet hier deze stoel... Even zitten. Ja, probeer maar. Kijk, deze stoel, dat was echt een oude baarstoel. Die werd dat zou lekker geweest. Ja, die zit niet zo lekker. Nee. Maar nu vallen een vrouw tegenwoordig op zo'n krukje. Oh, klein. Oh. Zie je dat? En dan moet je die benen een beetje bij. Want je moest, als je... Oh ja. Als je moet bevallen, dan moet je heel hard drukken. Kijk, dan zit je zo op de kruk te persen. Oh, nee. En dan komt het baby er zo uit. En dan vangt de vroedvrouw de baby op en die geeft het dan aan de moeder. Ja. Ja? Hey! Oh, sorry, bezig. Oh nee, we zijn toch maar aan het kletsen. Hoe is het wel? Heerlijk, lekker. Ben je zwaar? Nee, zeg maar. Kom even hier eens laten zien. Oh, nou. Hi. Dit is Lot. Hey, Jildis. Hey, het is groot geworden. Nee. Els, mag ik er eventjes? Leuke Jildis. Hoi. Nou, dan zal ik je nog eens even wat anders laten zien. Wat ze vroeger deden, was direct na de geboorte gingen ze het kind helemaal inpakken in lappen. En soms deden ze de armpjes er ook zo helemaal in. Maar dat doe ik nu niet, want dit kindje is al wat ouder. Maar ze dachten dat je dan goed recht groeide. Ja. En ook bijvoorbeeld het hoofdje zwachtelden ze in. En dan was tegen flaphoren. Eerlijk waar. Ja. En wat ze ook dachten, was dat op die manier de boze geesten buiten het kind gehouden weer. Ja. Dus het was ook een beetje eigenlijk... Bijgeloof. Een bijgeloof tegen... Ja. Ja, tegen toverij. Wat een toestand, zeg. Ja. Arme kinderen. Dus, ja, dat lijkt me echt verschrikkelijk. Want dan ligt zo'n kind, die ligt alleen maar zo. Dan kunnen ze helemaal niks meer doen. Dag en nacht, zeker. Ja, dag en nacht. Ja? Ja. Nou, zo zag die kleine Jan er dan waarschijnlijk uit, waar ik het de hele tijd over... Hé, hey. Ja. Nee, zo'n beetje als die kleine Jan helemaal ingepakt. Kan er nog meer. Alleen de armen moeten er nog in. Ja. Oh, had ik maar een tijdmachine. Wie was je opa? Kom.